Iedereen vraagt me, hoe brouwen jullie dat nou, dat heerlijke Bavaria bier? Nou, dat is natuurlijk een goed bewaard geheim, maar vandaag ga ik het tipje van de sluier oplichten. Ik neem jullie mee in de wereld van brouwen. Hoe brouwen wij Bavaria bier? Nou, dan gaan we eerst eens even kijken wat voor ingrediënten we daarvoor nodig hebben. Nou, dat is eigenlijk niet zoveel. Mout, hop, gist en ons eigen mineraalwater. Mout. Nou, iedereen die thuis wel eens geprobeerd heeft bier te maken, die koopt dan zo'n thuisbiermaakpakket. Ja, daar zit kant-en-klare mout in. Nou, wij bij Bavaria vinden dat zo'n belangrijk ingrediënt voor het bier, dat wij ons eigen mout maken. En dat maken wij alleen van de beste kwaliteit gerst. Kijk, en daar hebben wij weer voor op onze concurrenten. We hebben ons eigen echte mout. Dat is mooi toch? En die mout, die gaan we pletten. En dat doen we niet al te fijn, want dan gaat de smaak weg. Kijk, dan wordt een soort grof meel en daar gaan we dan beslag van maken. Nou, let op, dan gaat eerst mineraalwater erbij, uit eigen bron. En dan gaat het meel erbij. Zo. En dan gaan we dat goed roeren en opwarmen. Maar dan moet je goed opletten, kijken wat er nu gebeurt. Dan gaan die enzymen, gaat een zetmeel omzetten in suikers. Kijk, dan hebben we een beetje pannenkoekenbeslag. En die suikers, die hebben we straks weer nodig om de alcohol van te maken. En wat we nu gaan doen, we gaan dit dus even heel goed zeven. En in brouwerstaal heet dat klaar, hè? Zo. En wat we nu overhouden, dat heet voorloop. Nou, die voorloop, die gaan we goed koken en dat is het juiste moment om ons volgende ingrediënt erbij te doen. Dat is namelijk de hop. Kijk, die zijn de hopbellen. Ah, dat ruikt lekker, jongen. En die hop geeft nou de bittere smaak aan het bier. Zoals een karakter. En voor ons unieke Bavaria karakter weten we dan ook altijd de beste hoptelers te vinden. Waar? Ja, dat houden we liever voor onszelf. Nou, kijk, die hop gaat bij de voorloop. En daar laten we flink trekken. Niet te lang, niet te kort. Ja, timing is voor ons heel belangrijk. Zo. En ja, zo krijgt ons bier zijn pit. En nu noemen we het wort. En als dat klaar is, dan koelen we dat snel af. Oeh. Zo rond het vriespunt. Koud. Maar nu kunnen we er echt bier van gaan maken. We zijn toe aan de volgende stap, het gisten. En voor het Bavaria bier hebben we ons eigen Bavaria gist. En dat geeft Bavaria zo de eigen smaak. En dat gist, dat hebben we zelf met liefde gekweekt. Maar gisten kost tijd. Een week of zo. Gist is kostbaar, dus die gooien we niet zomaar weg. Maar bewaren die voor een volgende keer. Zo. En dan? Ja, u dacht zeker dat we dat waren. Nee. Dan laten we dat bier nog een paar weken tot rust komen. Dat is ons vijfde ingrediënt. Geduld. En dan kunnen we het straks gaan botten. Zo. Ja. Maar ja, dat duurt even, hè. We hebben er niet voor niks zo'n 300 jaar over gedaan om het recept te krijgen waar het nu is. Ja, dat is wachten. We gaan toch niet wachten? Jongens, we hebben gewoon een biertje klaarstaan wat de brouwers van Bavaria al lang gebrouwen hebben. Pakken we die toch gewoon?
Zo.